Hey guys, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe kookvideo. We gaan vandaag aan de slag met vlees. En we maken namelijk mini meatloaf. Goed, kleine gehaktbroodjes dus. Super simpel om te maken en heel erg lekker voor bij het avondeten, bij de lunch, bij een kom soep of wat dan ook. Ik heb hier alle ingrediënten klaarstaan en eigenlijk het enige wat we nu moeten doen is nagenoeg alles met elkaar mengen. Dus ik heb hier runder gehakt in een kom. Daarbij mag een eitje. In deze kom zit een gesnipperd uitje, wat knoflook, barbecue saus en Worcestershire saus. Paneermeel en gedroogde basilicum. En uiteraard wat peper en zout. In dit kommetje zie je 3 ingrediënten zitten. Dat is voor de glaze van onze gehaktbroodjes. Die gaan we zo meteen gebruiken. Wat ik nu eerst even ga doen, en dat doe ik met mijn handen, is dit geheel in de kom kneden tot een stevig gehakt mengsel. Zorg ervoor dat alle ingrediënten uiteraard goed met elkaar zijn vermengd. Als je dan alle ingrediënten goed met elkaar hebt vermengd, schuif ik alvast even mijn bakplaat dichterbij. Die heb ik bekleed met een vel bakpapier. En wat ik dan ga doen is eigenlijk een hoeveelheid gehakt pakken die ik normaal gesproken zou gebruiken voor het maken van een gehaktbal. Daar vorm ik nu ook een gehaktbal van. Maar terwijl ik dat doe, kneed ik het eigenlijk steeds meer in een staaf. Deze mini gehakt broodjes zijn eigenlijk een beetje een tussenvorm van worstjes en gehaktballen. Dus je kunt het eigenlijk een beetje zien als het formaat slavink. Zo zien ze er dan uit, ongeveer 5 centimeter lang denk ik, 3, 2,5 centimeter breed en dik. En die gehakt broodjes leg ik vervolgens op mijn met bakpapier beklede bakplaat. Goed, deze gehakt broodjes mogen nu de oven in. Ik heb de oven voorverwarmd 220 graden Celsius, hete lucht. En daarin bakken ze nu zo'n 25 minuten af. En pas de laatste 5 à 10 minuten gaan we de glaze toevoegen. Dus daar moeten we nog heel even op wachten. We bakken ze eerst even een klein beetje voor. Oké, onze gehaktbroodjes hebben nu zo'n 15 minuten gehad. Ik haal ze heel even uit de oven. Kijk, oh, ze ruiken ook zo lekker. En nu is het tijd om ze te gaan glazuren, zodat die glaze nog even een paar minuten mee kan in de oven. Daarvoor heb ik hier in een kommetje ketchup, dijonmosterd en bruine basiltsuiker. En dat is het echt. Roer ik even goed door elkaar. En dan schep ik dat glazuur, dat mag best een beetje rijkelijk, over die al voorgebakken gehaktbroodjes. En door de suiker gaat dit zo meteen nog een beetje karamelliseren over die gehaktbroodjes. En dat is zo lekker. Zoveel zin om dit te proeven zo meteen. Zo, gehaktbroodjes mogen weer even terug in de oven. Ongeveer 10 minuten. En ik heb de oven nog steeds op 220 graden staan. En wat je wil is dat er dus echt zo'n lekker plakkerig laagje over die gehaktbroodjes heen komt. En dat ze natuurlijk helemaal gaar zijn van binnen. En dat heeft nog zo'n 10 minuten nodig dus. Oké, onze mini gehakt taartjes zijn klaar en ze zien er zo lekker uit. Je hebt echt die plakkerige glaze, die mooie donkerbruine kleur van het gegaarde vlees. Ik heb mega veel zin om deze taartjes te gaan proeven, dus dat ga ik doen. Ik heb hier eentje op een bord, vorkje erbij. En eens even kijken, je ziet echt die stukken ui zitten en dat vind ik altijd zo lekker aan gehaktballen ook. Daar doe ik ook altijd een uitje in. En de geur is ook heel erg lekker. Lekker gekruid en zoet. Heerlijk. Ja, bijzonder fijn. Het gehakt is nog lekker sappig. De meatloafjes zijn heel erg zacht van binnen. Maar aan de buitenkant zijn ze mooi krokant gebakken. En dan die plakkerige zoete glaze eroverheen. Heel erg lekker. Perfect voor in de lunchbox ook, om mee te nemen naar je werk. Bijvoorbeeld als je nog iets nodig hebt voor erbij. En ook nog eens super makkelijk om te maken. En dit recept kun je heel makkelijk verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen, weet ik veel wat. Zodat jij de juiste hoeveelheid meatloaf kan maken. Makkelijk recept vandaag, maar hopelijk vond je hem leuk om te zien. Mocht je er vragen over hebben, stel ze dan uiteraard gerust. Dan help ik je daar graag mee verder. En anders hopelijk tot snel. Doei!